Kevin Potters is hier zelfs, in plaats van via de Skype. Hij staat gewoon bij ons in de studio. Je kent hem natuurlijk van Theater Poza, het Vestzaktheater in Lelystad. Kevin, een bijzonder goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is toch leuker dan dat we elkaar via Skype zien? Ja, dat is iets makkelijker. Want het is iets makkelijker, hè? Ja, het is ook warmer. Wat meer. Ja, wat warmer. Ja. En dan zit ik niet zo 's ochtends vroeg met het beeldscherm zo in mijn gezicht. Ja, dat vinden wij ook. Zeg, Kevin, we hebben een druk programma, want je hebt zometeen ook een gast meegenomen die volgend weekend bij jullie van alles gaat doen. Ja. Maar jij vertelt eerst eventjes over wat het aankomende even komende weekend is. Even te kort, ja. Gaan we even beginnen. Zaterdag 8 februari hebben wij van 4 uur tot 4:30 weer de Cubus Jam Jazz Sessies. Dat weet je inmiddels wel. Ja. Neem je eigen instrument mee en kom lekker jammen. Zie maar waar het op uitmondt. Precies. Ja, leuk. En s'avonds hebben we wel iets aparts. We hebben om 19:15 s'avonds hebben we Leroy van de Hurk. Die is hier ook wel eens een paar keer geweest. Wordt ook wel de ritmische dichter genoemd. Oh. En die heeft hier wel eens een stukje in jullie studio gerapt. Alleen nou gaat hij een programma doen waar hij wel af en toe een keer rapt. Maar hij gaat het eigenlijk hebben over zijn jeugd. Het is een bijzondere jongen. Die heeft best wel een moeilijke jeugd gehad. In meerdere gevangenissen gezeten in zijn jeugd. En eigenlijk komt hij vertellen dat door de muziek dat hij eigenlijk weer tot een op het goede pad is gekomen. Ja, dat hoor je zo vaak, hè, van die rappers. Ja, dat is de beste raps ontstaan in de bak. Ja. En dan door die rap komen ze er weer goed uit. Ja, en dat gaat hij dus ook doen. En dan gaat ook advies geven aan jeugdzorg en zo. Die komen ook, die zijn ook uitgenodigd. Dus ik ben heel benieuwd naar die avond. Wordt volgens mij heel. Het is wel een complete avond, hè? Het is een complete avond. Hij doet een complete show met muziek en heel veel praten natuurlijk en uitleg. Het is een heel aardige jongen trouwens. Hij is inderdaad ook wel een hele warme jongen geworden. Ja, maar wel iemand die de klappen van het leven wel heeft gehad ook. Weet je wel? Niet Arnoud, die hebben wij toch ook gehad? Ja, maar goed, hij heeft ze wel iets harder gehad. Ik heb heel erg een klap van de molen gehad. Dat is ook pijnlijk. Vroeger kregen we ook wat meer klappen. Ja, dan dat is ook zo, ja. Daar ben ik ook zo lang, allemaal niet meer. Ja, dat zeggen mij altijd. Je hebt zeker vaak een schop onder je bont heb je nodig. Ja. Voel je tenminste een beetje. Ja, nou, dat gebeurt nog steeds wel eens, kan ik je zeggen. Nou ja, en dan op zondag 9 februari hebben we om 2:30 Willem Helbreken met. Die kent hem niet. Herberg. Ja. Die staat echt gewoon elke dag bij. Zullen we dat gewoon voor het slaan? Ja, hij komt wel heel vaak bij ons. Woont hij daar toevallig in Theaterpoos? Nou, hij heeft wel zijn bed te staan. Ja, ja. Stretcher. Maar dan met Daan Herberg, en dat is natuurlijk echt wel een toppianist. Dus dat wordt weer een heel mooi programma. Oké, voor de mensen die het gemist hebben, kijk even op onze uitzending gemist natuurlijk ook. En jullie eigen site, dat is? Dat is info@theaterpoza.nl voor mail en www.theaterpoza.nl. Dus dat is echt super makkelijk. We blijven even bij Theater Poza, zoals gezegd. Nu niet met Kevin Potters, maar iemand die daadwerkelijk daar ook... sta je echt op de planken? Nee, het is op muziek van, hè? Het is muziek van de heer Guido Meisner, die hebben we hier in de studio. Dat is een onderdeel op zondag, op die zondag 16 februari. Ja, Erwin Rommert Weerstra. Ja, dat is de pianist die dan echt die middag gaat spelen in Theater Poza. En dat is in het kader van het Klassiek Weekend, wat Stichting Amare Concert al een aantal jaren in samenwerking met Theater Poza organiseert. Ja, en dat is een groot succes inmiddels, hè? Ja, het heeft wel bekendheid gekregen. Ja. En er komen toch wel duidelijk wel mensen op af. En ook voor de leerlingen, want dat is altijd de zaterdag ervoor. Die vinden dat een heel leuk doel om naartoe te werken. Dus we hebben er altijd, we werken er heel graag naartoe naar een weekend. Het is zeg maar het Valentijnsweekend, hè? Het is Valentijnsweekend eigenlijk. Ja, de 14e is dan Valentijn. Dat zit er vlak omheen. Heeft het ook een beetje een amoureuze inslag dan? dat thema hebben we er nog niet bij betrokken. Nee, maar klassieke muziek die leent zich wel voor amoureuze ontmoetingen. Er is natuurlijk heel veel muziek geschreven waarin dat gevoel wel een rol speelt. Maar het is niet bewust het thema voor deze keer. Nee. Jullie nemen eigenlijk een beetje bezit van Poza, hè? Dat weekend dan, met klassieke muziek. Dat klopt. Op zaterdag gaan pianoleerlingen daar spelen. Dat is een leerling van Ino Warger, mijn vrouw, Stansmeister en ik. Die gaan daar een uur spelen. Er worden ook wat filmbeelden vertoond, korte filmpjes. Want het thema is dans dat weekend, zowel zaterdag als zondag. En er is ontzettend veel muziek gemaakt, geïnspireerd eigenlijk door de dans. Nou, alle leerlingen spelen dus een muziekstuk wat iets met de dans te maken heeft. Ook vaak hele oude dansen. En dan laat ook iemand een projectie zien van wat de oorsprong van die dans is. Dus je hebt een wisselwerking tussen het beeld van de dans en de muziek die dan gespeeld gaat worden door de leerlingen. Nou, wordt er ook wat over uitgelegd?
Ja, eigenlijk dat filmpje laat eigenlijk heel duidelijk zien wat de oorsprong in feite van die dansen zijn en hoe de ontwikkeling daarvan is. Beroemde dansen ook nog erbij? Ja, denk maar aan een hele bekende dans, een Polonaise, de wals, de mazurka. Dat zijn, laat ik zeggen, in de klassieke danswereld. Het is pas een week later carnaval, hè? Dus de Polonaise komt eigenlijk een beetje te vroeg. Het is een paar weken later carnaval. Maar het is wel leuk dat u zegt dat het eigenlijk uit de klassieke muziek komt dan. Ja, uiteindelijk wel. De muziek heeft heel veel te danken. De ontwikkeling van de muziek van de laatste eeuw in West-Europa heeft wel heel veel te danken aan de oude dansvormen. Ja. Alles is daar wel uit voortgekomen. Dus dat leek ons juist een mooi thema om dat in dat weekend te gebruiken. Ja. Dat is de zaterdag, maar we hebben de zondag. Zondag. Ja, en dan is altijd, dat is ook gebruikelijk op het klassiek weekend, dan wordt er een concert gegeven. In dit geval door Erwin en Ronald Weert. Is dat de meneer die we ook op de achtergrond nu zien? Kijk even. Ja, dat is... Hij is het. Ja, hij is het. Misschien kunnen we een heel klein stukje geluid ook erbij. Hebben we dat? Van de video? Ja, ja, dat heb ik, maar ik krijg niks binnen over het kleine apparaatje. Dan. Oh, wacht even, dat komt hier. Maar het ziet er wel heel bevlogen uit. Ja, nou, dat is denk ik ook het goede woord. Het is een bevlogen pianist. Hij is balletpianist bij het Nederlands Danstheater in Den Haag, in professioneel gezelschap. Knap, hè? En, mooi. Ja, hij speelt geweldig. En hij heeft dus een enorm ervaring op het gebied van dansers begeleiden. En daar gaat hij ook over vertellen. Dus hoe werkt dat nou, hè? Als ik dus balletdansers moet gaan begeleiden in de voorbereiding tot een uitvoering. Daar gaat hij over vertellen, hij laat voorbeelden zien. En nog bijzonderder is dat er die zondag ook een paar studenten van het Nationale Balletacademie optreden. Ja. Dus de mensen kunnen letterlijk de dansers zien. Erwin begeleidt ze en Erwin vertelt erover. En in het eerste gedeelte van het programma laat Erwin een heel mooi recital horen met allemaal dansmuziek uit de laatste 2-3 eeuwen. Het lijkt een beetje op een masterclass. Ja, dat... ja, dan is het echt meteen een wisselwerking inderdaad. Maar het heeft er wel inderdaad iets van weg. Ja, hè? Want je vertelt wel, je laat aan de mensen zien hoe zo'n proces, hè, van een dans leren beheersen inderdaad zich ontwikkelt in feite. En, we vinden het geweldig dat hij dan ook deze zondag... Ja, dat snap ik. Ja, maar je wil trots op zijn. Ja. Ik was ook trots op. Het kost €15 in principe. Vrienden die hebben iets korting, hè, geloof ik. €12,50. En abonnementhouders van Theater Poos hebben €12,50. Vrienden van Stichtingen Mare Concert betalen ook €12,50. En speciaal, omdat er vooral de jongeren nou eens is het extra goedkoop, hè? Die zijn extra goedkoop, die betalen maar €5. Nou. En dan hopen we ze toch dat we ze in grote getalen welkom kunnen heten. Want ik denk dat het juist voor hun leuk is om eens te kijken van hoe werkt het allemaal. Want er is best veel belangstelling onder de jeugd voor ballet en voor dans. Ik heb het idee dat weer meer... Ik was ook laatst bij de Nationale Opera in Amsterdam. Mm-hmm. Er zitten ook heel veel jongeren in de zaal, niet verwacht. Er zitten heel veel jongeren. Ja. Ik, heb maar gelukkig, hè? Wij vinden dat een hele goede ontwikkeling. Ja. Hè? Dat weer een jongen, een nieuwe generatie, echt interesse voor dit gegeven heeft. Ja. Er zijn ook meer dan ooit aanmeldingen voor de Balletacademie. Er zijn veel aanmeldingen over. En nog sterker nog, we willen namelijk op die zondag, voordat dit hele concert begint, vinden er ook audities plaats. Dus jonge kinderen uit de polder en ook omgeving, die op amateur balletscholen zitten, krijgen de kans om ook auditie te doen in Theater Poos. Vrij uniek is dat, hè? Ik vind dat uniek. Ik vind het een bijzondere samenwerking met Theater Poos, dat deze mogelijkheid er is. Absoluut. Mooi. Nou, alle informatie staat natuurlijk ook op de site van Poos. Staat op de site van Poos en ook van Stichtingen Mare Consort. Cool. Dank u wel voor uw komst. Heel graag. En heel veel plezier. Geniet er ook een beetje van dan. Nou, ik denk dat dat wel gaat lukken. Denk het wel. Ja.